You're listening to the Fuckcast. Folkcast. Het is vandaag het is, uh, vrijdag 1 december. En ik zit hier in de kelder van de Joker tegenover Jonas Schoofwaarts. Welkom. Dank je. Wij zijn, uh, het is uh, half twaalf, wij komen net van de cinema. Uh, van de studio, de cinema van de studio. En daar hebben wij de film 2001 A Space Odyssey gekeken. Want als ik een lange, vervelende film wil zien, ja. dan doe ik dat met jou. Ja, dat heb ik gemerkt. Ja. We hebben ja. het al met Solaris geprobeerd en nu weer eens. Uh, ja. Uh, laten we beginnen. Je had hem al gezien. Neem aan dat je hem al meermaals gezien Meermaals of één keer? Of? Een vreemd ding. Ik dacht. Uh, uh, ik heb hem één keer gezien. Maar daarvoor dacht ik. Ik heb die al vaak gezien. Ja. En, en dat kwam puur door uh, hoe dat, dat in, in onze cultuur zit. Al die beelden. Ja. En ja. dan. Ik denk een paar jaar geleden. Was ik in de. Uh, weet het? De fotostudio. Ach uh, ah, ja. Zuid, ah, ja. Waar nu Lumière is. Uh, Volop vol, vol overtuigd dat ik die al gezien had. En daar begon ik ze van. Ja, die dingen herken ik dan niet. Ik ken het verhaal niet. En dat was een, een rare ervaring van... Ah, oké, okay, een film kan zo bekend zijn... dat je ervan overtuigd is dat je hem gezien hebt. En het was niet waar. Dus uh, dit is dat een tweede keer. Heeft, dit is wel... Dat is wel Kubrick eigen misschien zelfs. Want ik denk dat heel veel mensen denken dat ze Psycho gezien hebben. Die hebben ze misschien ook niet gezien. Ik bedoel, Suiker, Psycho heeft dat ook, dat effect. Maar dat is Hitchcock. Wat, ik zit bij Hitchcock Nee, ik zit... <laughs> uh, dingen wel... Um... Uh, Shining. Shining. Ja, Shining. Ja, 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 ja. Ik denk het Sh ook. Shining, die ja. bedoel ik. Hm. Ja. Nee, sorry. Uh, ja, nee, Hitchcock heeft dat. <laughs> maar er zijn nog films die dat natuurlijk hebben. Maar, uh, uh, ja, ik ben dus uh, moe, blijkbaar. Maar, uh, dus, tweede keer. Maar, uh, ik moet, ja, voor mij is het, ik denk, tweede, derde of vierde? Tweede, derde of vierde keer? Nee, derde of vierde keer. Maar, maar niet maar, in de cinema? Maar nooit in de cinema. Okay. Dit is de eerste keer in de cinema. En ja. ik wou hem ook, ik ben niet zo'n grote fan van die film. En ik wou hem nu echt in de cinema zien om te kijken... Uh, uh, want, uh, ...om te kijken of dat anders is. En omdat toen met die Solaris-toestand... Ja. ...was dat ook. Ja. Hè, solaris was ik toen niet... door. Uh, solaris van Terekovski hebben we bekeken. Daar kwam ik, kwam ik niet voorbij het eerste kwartier. En dan hebben we in het cinema gekeken. En dan heb ik me die, die heel vervelend... Nee, ik vond dat niet slecht. Ik vond dat uh, eigenlijk best goed. Ja, ja. En ook vandaag. Uh, uh, hoe, hoe komt dat dan bij jou? Uh, dus uh, even voor de duidelijkheid... ...voor de mensen die uh, 2001... Space Odyssey is een film van Stanley Kubrick, gemaakt in 1968. Ja. Uh, en voor heel veel mensen met The Godfather en, en Citizen Kane, een van de beste films ooit, aller tijden, ooit in de geschiedenis van alles. Mm -hmm. Sta jij daar ook zo in? Uh, die lijstjes maken ben ik niet zo geïnteresseerd, maar ik voel wel de als de spirituele ervaring dat dat ding moet gehad hebben in een tijd. Ja, en dat, dat, ja. dat, dat voel ik nog steeds en die kracht is er nog steeds, absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, en dat dan gekoppeld aan uh, de... Dus de... je hebt drie elementen. Je hebt het sp dat spirituele element. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk het, uh, het technische aspect van de film zelf. Het, het filmmaken, het technische eraan. En, en dan... Uh, 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 ja. Wat wil ik nou nog zeggen? De apen, want je had de apen. Nee, die apen <laughs> die vind ik verschrikkelijk. Nee, maar uh, het, uh, uh, de maatschappelijke de relevantie. Ja. ja, uh, de, de, ja. Dus, dus je hebt eigenlijk drie ja. elementen die... Dus je hebt... Ja, het gaat over, uh, uh, ja, God weet waar het over gaat. Uh, <laughs> maar nee, maar er zit een element over artificial intelligence in. Ja. Dat nu, ja, actueler is dan, dan ooit. Uh, uh maar, maar toch, als je dit nu kijkt, dat is toch griezelig hoe relevant het is voor jou. Ja, oh, ja, 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 absoluut. Ja, ja. En dat, was, dat het ging toen natuurlijk veel meer over man versus machine. Mm. En nu gaat het echt over artificial intelligence. Dus nu heeft dat, ik denk dat dat nu veel. Toen waren ze gewoon een beetje schrik van computers. En nu is die artificial intelligence bijna letterlijk wat er daar gebeurt. Ja, dus dan hij en Arthur C. Clarke, de schrijver van het boek, hebben daar toch ja. heel goed nagedacht over waar dat naartoe ging gaan. Ja. Hel... En niet alleen en, en, en op alle vlakken, hè? want ook: uh, uh, dit is 1980, de film is gemaakt van 1968, de maanlanding is 69. Ja. Dus, dus ook op hoe, hoe zij zien, hoe zij de hele ruimtevaart en zo zien, ja. zitten ze ook akelig dicht bij, bij wat de realiteit zou moeten geweest zijn. Ja, 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 ja. En, en, als, en als, uh -huh. als 1968 als 1969 door was gezet, dan hadden we inderdaad zo op de maan gelopen nu. Ja, en dat is een beetje ja, de, de, de nachtmerrie van Elon Musk, zie je erin. De ja. manier waarop dat ze reizen. Uh, ja. ja, nee, ik, ik denk vooral, um, omdat ik heb, ik heb nog altijd, en dat gaat nog lang duren, niet door over wat die film gaat. Ik nee. voel het soms beter... Uh, je voelt wel dat uh, ja, dat spirituele dat komt meer en meer binnen, vaker vaker ik hem zie. Ja, uh, ja. Ik heb er niet altijd zin in, maar vandaag was ik er wel ontvankelijk okay, voor. Right. Ik heb ook wat pijnstillers genomen, <laughs> dat heel... Stresspil. Uh, yes. Het is een stresspil. Maar technisch is dat eigenlijk uh, geschift hoe het hoe dat dat overeen blijft. Ja. En, uh, ik, ik had ineens een flash, want uh, je hebt dus de, het, het stuk uh, The Dawn of Man. Ja. Dan doen we de cut naar um, De Ruimtevaart. Ja. En ik weet dat uh, een interview met James Cameron, dat hij in, als jonge, ik denk jonge gast in de cinema zat, dat zag en zei... ...oké, okay, dit wil ik ook gaan doen. En ik voelde het nu in de cinema van... ...ik snap waarom dan een jonge Cameron denkt van... ...oké, okay, ja, dit wil ik gaan doen. Ja, ja. En eigenlijk onvoorstelbaar dat die, die technieken... ...ook zo die, die slitscan is dat die, die, ...ja, dat, dat hippies van dat fantastisch toen, dat, dat ja, ja, ja. toen. Ja, dat laatste stuk, de, dat de, 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 de spiritueel... ...dat je zo door de tijd... Andere, ...andere films gebruiken dat dat als tijdreis... Ja. ...of als, als uh, 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 hyperdrive of dat, weet ik veel wat. denk ja. Dat, uh, yeah. Daar is uh, Douglas Trumbull uh, ja. zijn effecten. Ja, ja en. en pff, dat is misschien wel nagedaan of zo door andere mensen, maar nooit geëvenaard. Nee, ja. dat is waar. Ja. Nee, ik, ik, ik denk dat ik zelfs het Douglas Trumbull-podcast-trailer. Uh, is die overleden? Onlangs, ja. Een ja. Ja, ja, ja. Uh, podcast over Silent Running ja. is ook fantastisch, is ook een meesterwerk mm -hmm. En voor mij iets uh, uh, behapbaarder. Ja, dit doet geen. Dit, dat zit nog altijd ergens tussen een narratieve film en een soort. Uh, wat is dat? Een soort kunstproject op een ja. buur in een galerij. Ja. Maar niet op een, op een slechte manier, maar je zit soms 10 of 15 minuten naar gewoon puur visuele dingen te kijken. Ja. Ja. Ik kan daar goed tegen. Ik denk dat jij er soms aan bedankt bent. Soms word ik daar een beetje ja. lastig ja. van. Ja, <laughs> ja, dat klopt. <laughs> <laughs> het is zo. Nee, ja, omdat ik dan denk: van ja, oké. Okay. Ook gewoon ook dat. Dus als ik op een gegeven moment door heb, ik weet het nu wel. Ja. Dan mag het volgende komen ja, 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 ja. En, en ik, dat, ik snap, in het begin is daar ook wel worldbuilding. En dan snap ik dat ook wel. Dat we even aan het idee moeten werken, zeker in 1968, hoe dat eruit ziet, wat er aan toe gaat. En de, ja. en de stilte. En, de, en de, ja, de, 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 de tempo van dat, tijdreis, van dat uh, ruimtereis en zo. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment van jongens, we moeten niet alles. In. En soms zit er ook. Uh, ik, ik realiseerde me nu ook. Ja, uh, we zullen zo ook een beetje het overlopen. Maar op een gegeven moment. Uh, gaat die uh, helemaal aan het einde uh, komt hij binnen voordat hij Hel uh, uitschakelt. Ja. En heeft hij deze groene helm op? En waar komt die helm vandaan? Ja, nee, dat is wel degelijk verklaard uh, tussen de lijnen door. Dus Hel, um, je ziet ruimtepakken hangen in verschillende kleuren op dit ja. moment. En Hel zegt: uh, als je terug wilt komen, het gaat moeilijk zijn, want uh, je hebt geen helm. Ja. Maar hij moet gewoon door de, de, die een airlock heen. Ja. En dat zie je hem ook doen zonder helm. Ja. Dan... Je, maar dan, het volgende slot heeft hij een helm Ja, op. maar dat is ja, die maar... ruimte daarachter. Ze vertellen niet elk ding. Nee, maar dus, ja. dus, dus alles is heel traag. Ja. En dat laten ze dat niet zien. Ah, ja, dat steurt wel niet Ja, wij ja. wel. Ja. Ah ja, maar de, de, de clues zijn er wel. van. Oké, okay, er is een ander pak. Het is niet Ja, ja maar je ziet op een ja. pakken hangen. Maar dat is dan een blauw, een geel en een rood. Ja, een groen. groen heb je niet gezien. <laughs> dus dat hangt dan ergens anders. Ja. Maar dat denk ik van, ja, maar als alles... Het, dus... In space alles... there is no continuity. Uh, <laughs> is dat, yeah. Waar komt dat pak vandaan? Ja, ja, ja. Nee, van alles is altijd heel traag uitgelegd. behalve de groene helm. Ah, ja. Waar komt de groene helm vandaan? Uh, gele briefkaarten. Waarschijnlijk uh, <laughs> is dat eruit uh, gekregen. Maar in ieder geval, ja, het, het begint natuurlijk uh, uh, met uh, de apen. De mm -hmm. Dawn of Bear. Iets wat ik, uh, als je dat uh, thuis uh, op DVD kijkt, uh, maal twee doorspoelt gewoon. <laughs> Zo, 100%. En nu moest ik dat helemaal uitzetten. En toen vond ik de pakken minder slecht dan in mijn herinnering of zoiets. Ik had altijd het, maar, maar het was minder slecht. En, en, minder slecht, maar je zei zelf: hetzelfde jaar is, um, is Planet of the Apes. Ja. Dat zijn gewoon maskers die amper bewegen, toch? Ja. Uh, hier, er is, ik weet zelfs niet hoe, maar voor mij heel overtuigend: die, 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 hun tanden en lippen worden in een, in een pak. Ik vind dat vrij goed gedaan. Ik stoor ja, maar, mij daar niet aan. En dan stoor... zitten er kleine apjes aapjes, echte apjes tussen. Ja, en ja. Dan zie je het verschil wel natuurlijk. Ja, precies. En, en wat je ook wel ziet is, die hoofden zijn redelijk oké. Okay, hoewel de ogen ja. heel duidelijk mensenogen zijn. En ze hebben wel mensen, er zitten mensen, het zijn mensen in pakken. Mm -hmm. En Het voordeel van Planet of the Apes is, dat, dat de bedoeling is dat die ja. een beetje geëvolueerd zijn. Dus dat het minder stoort dat er ja, mensen ja. in pakken zijn. Ja, snap ik. En hier zijn het duidelijk mensen in pakken die, die uh, heel veel les en lange veel geleerd en, en <laughs> bewegingsles uh, genomen hebben, whatever the fuck. Maar hun ogen zijn nog altijd heel menselijk. Nee, die, dus, dus, die, dus je ziet een bepaalde intelligentie in de ogen die de, eigen, de personages nog niet mogen hebben. Want ze ontdekken tools. Ja, ja ik, snap het, ik snap het, ik snap het. Ja, ja, ja. ja. Uh, Dus goed, maar. Ja. Dus, en daarom is het natuurlijk bij Planet of Apes beter, omdat die apen al intelligent zijn en rechtop staan. Mm -hmm. Dus dat is al middelste Maar goed. Plus ja. Planet of the Apes, betere film, korter. <laughs> Charlton Heston, klaar. Betere, betere film. Maar wat ik wel heel cool vind aan die... Uh, hoe lang duurt dat? Dat is 20 minuten of ja, zo? Ja, dat is 20 minuten. Uh, dat lijkt misschien pretty random of zo wat daar gebeurt, maar elk, elke actie dat daar gebeurt is een opbouw naar uh, ja. zo, ja, het ja. vinden en gebruiken van wapens. En, en daar ja. was ik nu heel alert voor. Dat was vroeger ook niet zo. En ze uh, suggereren dat die monoliet Ervoor zorgt ja. dat ze wapens uh, gebruiken. Dus dat die monolith ervoor zorgt dat er evolutie uh, Dat hij evo die, die evolutie in gang zet. Ja, of dat hij ja, misschien de destructie in gang zet. Want het is ook ja, of, zullen... de, of de ondergang van ja. de mensheid. Ja. Ja. Maar in ieder ja. geval. Ja, voilà, dat kun ja. je ook. Maar in ieder geval de, de, een beetje. Uh, waar Prometheus, waar Ridley Scott... Het aardige is natuurlijk dat Ridley Scott altijd alles doet van Kubrick. Maar dan beter, wat mij betreft. Maar, maar Prometheus doet dat ook. Dus dat is wel een soort... Het is een beetje Erik van Dadenke. Uh, die vibe zit er ook in. Hè? Dus de, Zeker, de, ja. de, 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 de aliens sturen de mens. Ja, 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 ja. De... Maar, maar uh, lekker abstract gehouden in dit geval. Nou, ja, uh, een, nee, soort, dus... een soort grote iPhone from space. De iPhone ja. from space. Ja. Ja. Uh, ja, en dat vind ik ook zo. Als, als we dan overgaan naar die planeten, bijvoorbeeld hier. Ja. Gewoon het idee van. En dat, wordt, dat is allemaal wat ik leuk vind. Ridley Scott die heeft er heel veel uitleg voor nodig. Hier wordt heel veel gewoon. Je moet het. Je moet het, het is niet. Het is niet uh, ik vind het niet zo ver gezocht. Je kunt het wel allemaal vinden als je kijkt. Maar zo bijvoorbeeld puur dat object, dat een, een plat, zwart, geometrisch vorm ja, is die, door, die is. kantelt in, in de ruimte. Al de rest is rond en monolithisch. Dan denk ik: ah ja, oké, okay, intelligentie. Ja, en dus dat, dat, dat kan niet... Dat moet gemaakt zijn. Ja. Dat kan ja. niet uh, dat En je gaat daarmee mee, het toch? En ja. Dat vind ja, ik ja. fijn, zo'n ding. Klopt, ja. klopt. Um, en, en wat ik vooral altijd vergeet... Van, uh, ik heb heel lang dingen niet gekeken bij Lyndon. Ja. Omdat ik dacht, kostuumdrama, ook weer drie uur. Geen zin in, jarenlang. En dan zag ik die een keer, ook in de cinema. En die is hilarisch. Dat is een soort stoner-comedie. Ja, ja, daar zitten zit wel humor <laughs> ja. in. Ja. En hier... Ook, uh, en dat is heel droog, maar zo hel die een die andere uh, ruimtevaarder uitschakelt, en die zwiert gelijk. Ja, dat is gewoon. Dat is, dat is een dat beetje uh, comedy capers of uh, uh, ja, YouTube. En ja. er is hard voor gedaan. Ja. dat ja. Ik denk van: oh, deze film heeft echt wel een gevoel voor humor. Ja, ja. en ook ja, die, die gast. Die, die, moet ik, die vond ik ook heel grappig. Die gast in het begin die zo vraagt: wat is er aan de hand op de, de maan? Ja, ja. Want ik weet het niet. we willen het wel weten. Ja. Die gast met zijn neus. Ja. Nee, jij zei dat is een soort uh, uh, Ray Fights van de, van de jaren ja. 60. En die ja. lijkt er ook echt een beetje op. En die, die vond ik ook grappig. Dus er zitten, er zitten absoluut wel. En ook, uh, ik vind ook de stewardessen vind ik ook grappig de, de de hoe de stewardessen doen en wat ze de, dat vind ik ook leuk ja want zoals, zoals Ridley Scott in Alien de eerste was die er van ruimtevaarders een ja. soort truckers maakt, die ja. er echt geen zin in hebben hier ook we waren nog niet op de maan geweest en het is al saai in die film Het ja, 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 ja. is ja. zo wat te dutten op een schermje te kijken Nou, ah, ja want het is, ja. dat is wel de matter of factness van ja oh, ik ben ...ik ben hier al geweest... ...en ik ga ja, nog ja. maar eens terug... ...en die kijkt niet zijn ogen uit... ...die ligt gewoon te dutten... Ja. ...want die is gewoon onderweg... Zoals, ...zoals wij zouden zijn... ...als we een vlucht naar Amerika... ...voor de zoveelste keer zouden doen. Exact. Ja. En ja. De, een grap dat ik dacht... Van dat, ...dat zou in een stoner-comedie... ...of in een, een Farrelly Brothers film... ...dat hem zo... Instructies voor de wc ja, is zo ja. tien, tien regels. Tien die Met me heel veel uitleg. Je hebt al lang in je broek gekakt tegen ja, ja, dat je ja, allemaal je moet, gelezen. Je ja. moet echt een heel boek lezen om te kunnen kakken ja, in space. En dat is toch dat uh, is de, heel uh, funny. Nou, Daar laat veel bij elkaar ja, dus En dat dat wat er ook, ook opviel, wat ik dus in de vorige visies niet. Er wordt fucking veel gegeten in deze film. Ze zitten de hele tijd te vreten. Uh, is dat zo? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Elke zijde wordt er gegeten. <laughs> dat is zo, ja. De apen zijn ook al... De apen zijn aan het eten. Die, die, die vreden ook mekaars sluis op. En dan, ja. en dan dus uh, op, op het ruimteschip wordt gegeten. het ding wordt gegeten. Ze gaan onderweg naar ontbijt. Ze zitten, in de andere ruimteschip zitten ze te eten. Sorry? En in de, in de laatste zijde zit die ook te eten. Ja, ja, ja. ja. En ze maken Wat... natuurlijk heel uh, duidelijk visuele spiegelingen... met de ja. apen en dan die astronauten. En... Ja. Ja. Ja, 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 ja. Maar vooral meer dan ooit in, in Kubrick films zijn alle... Mensen zijn maar poppetjes om het grotere verhaal te vertellen. Ja, de, de, de personages maken geen arc door. Degene die de arc doormaakt ja, is eigenlijk Hal. Nee, ook uw, uw Dulle. Ja, die er die erbij komt, later bij komt. Maar de, laatste, de man van de laatste missie die, die eindigt wel als een oude man. Ah, ja, ja, nee. ja, okay, maar ja, maar ja. Maar die een maar abstracte geen, arc, ja, heel abstract. Ja, ja heel ja, abstract. Ja, ja. Dus ja, er zitten een aantal hele, hele. Ik bedoel, het, open, uh, het, 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 het overgang van het aap naar uh, ding en dan, en dan zien we die ruimteschip en, dan dat. en dat, dat duurt wel echt fucking lang. Echt, echt heel lang duurt dat allemaal. Dus de, hè, dat cirkelvormig ding en dan moet hij daar in parkeren en dan denk ik van... Oké okay, jongens, ik weet het nu wel. Rakt ik, jij niet gehypnotiseerd, door dat ritme? Een beetje. Maar ik raak toch uh, wel hij... een klein beetje in slaap. <laughs> Maar zijn er andere films, ik vraag mij oprecht af, en ik kan daar heel goed... Zelfs het psychedelische stuk vond ik, oké... Okay, dat duurt wel even. Duurt te lang. Maar zijn er andere films met een, een trager ritme dan, dan het tv-ritme, zeg maar, of het actieritme dat jij kunt appreciëren? Want dat is zo... uh, Ik ga het totaal niet meer opruimen, maar... Oké, okay, maar ja, nee, sorry, dat is snel gekut. Die duurt gewoon heel lang, maar dat is wel één heel ah, ja. lange okay. montage ja, of dat zo. Is, ja, dat is goed gemonteerd dan. Uh... Ja, nee, dat gaat dan inderdaad over trage montage of zo. Ja, ja nee, ja, dat, ik, vind, dat, dat, ik heb het daar uh, lastig mee. Kijk, als de informatie bij mij is, ik ja. heb de informatie, ja. dan heb ik nog een minuut extra... Ja omdat ik denk: van oké, okay, er zijn ook achterlijke mensen die moeten die informatie ook tot hun krijgen. Ja. En dan weten we het. Maar het gaat toch niet alleen over informatie? Het gaat over de informatie. Ja, als, vaak als ik u hoor praten over film, lijkt dat heel belangrijk voor u. En als de informatie niet goed binnenkomt, zit ik kwaad. <laughs> dat dat niet ja. de, maar, maar dit gaat amper over informatie of zo. Dus, nee, maar, ja, het is nee, dat is gewoon sfeer. Dat, uh, ja, dat is sfeer, ja. Dat is sfeer. Maar dan, dan kan het, Ja, oké. Okay. Maar de, nee, ik, dan, dan denk ik toch van ja, <laughs> dan kan er een half uur uit, Kubrick. Kan een half uur uit. Uh, dan half uur uit en, en dan is die nog traag. Dan is die nog traag? ja, ja oké okay. maar, maar als je in een cinemazaal zit dan kun je die op je Tenminste, dat kan wel heb niet gedaan nou, kun je die op je gsm prutsen kun je niet, en dan ben ik wel meer mee of zo mm -hmm. dus, en en kunt toch ook dat voelt toch als niks anders die vraag maar wacht, oh ja, nee oké okay. dat is even mijn gsm kwijt Was licht op, sorry, dat is even een sorry dat voelt absoluut anders nee als niks anders en dat, dat vind ik als dat niks wel, anders. ja en al die zijn films hebben dat wel. Van er is niks. Mensen proberen dat na te doen. En je, je noemde uh, Ridley Scott en, en Nolan zeker. Ja. Maar voor mij is dat nog altijd zo. Die, ik weet zelfs niet hoe, want, want het gaat daarover over ritme, gaat daarover over hoe dat die acteurs spelen, gaat daarover over kadrajen. Nee, het gaat ook over het eerst zijn. De, 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 de basis leggen. Ja. ja. ja en ja. Wat de rest doet. Nou, ik bedoel, kijk, ik vind Eli beter dan dit, ja. maar. Dat ruimteschip van Alien is heel erg schat. Dat is een beetje vuile versie. Dus heel erg schatplichtig aan dit. De reflectie van de dingen in de mensen, hun gezicht, is gepikt. Weet je wel, dus alle. De modder in Alien is gewoon hier. Dat is gewoon copy-paste. Of ja, maar dan beter. Maar nee, maar snap je, dat is. Dus dat is schatplichtig. Ja. Uh, uh, ik bedoel, en Ridley Scott is daar, want ik ben nu... Uh, daar, ik ben dan vanmiddag, dus ik heb een lange dag achter Ik <laughs> ben vanmiddag naar Napoleon gaan kijken. En ik vond dat niet zo slecht als al die andere mensen zeggen dat het was. Maar dat is ook een film die Kubrick heeft proberen maken, Napoleon. Ja, zeker. Ja. En, en Gladiator in Spartacus... En, eh, snap je dus? Er ja, ja. ja, ja. dus, dus, zit heel veel kopiepen. Ik hoop gewoon dat uh, Ridley Scott nooit Ice uh, White Shit gaat proberen na te doen, want daar, uh, dat vind ik verschrikkelijk. je nog al Nee. Ik denk ook dat hij, ja, die, die geïnteresseerd is, hopelijk. <laughs> en, uh, en kijk, iets waar Kubrick niet gelukt is, namelijk Napoleon, doet Ridley Scott gewoon even op zijn 140. Op, die op een week. Op ja. een week tijdens ja, ja. Al, Heeft nog een baantje over, doet hij dat even. Nee, dat is waar. <laughs> dus, uh, nee, maar goed, nee, maar ik moet, het is wel inderdaad zo dat als je geen kant op komt. en dan. Ja, er is al een bepaalde vorm van hypnose. Uh, en uh, je voelt ook wel je, je, dat dat allemaal bewust is. Ik vind af en toe de fate, de, black, hou ik van, de, de, de zwart, de, ja. stu, dat ik denk van. Uh, hebben we niet nodig. We, er wordt ons een pauze opgedrongen. die ik ook niet zo goed. waar uh, ook niet zo heel klaar voor was. Zo, uh, zo, dus er komt letterlijk halverwege de film Intermission. Ja. Zijn er ook met, dat was dat vond ik ook heel grappig. Die dus, opstanden. hè? Yeah. daar was mensen die gingen gepissen. <laughs> ja. En die komen terug. En dan is, dat is het enige actiescène in, <laughs> ja <hebben> ze gemist. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Trouwens, uh, actiescène inderdaad. En dan met dat hypnotisch daarvoor. Maar... Dat hem daar doen met stilte en geluid, ja, die allemaal. Dat is een triller. is ja, dat dat is wordt. absoluut Absolute triller. Ja. En, en in space ook Hear You scream, maar het was ook wel echt. Dit de, de, de stilte zorgt voor. Want de 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 muziek is heel bombastisch. We kennen allemaal uh, die die test die die, die 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 Dat was toch ook aanvankelijk temp music wat ze daar gewoon maar gebruikt hebben. Gaan nee, houden. ik denk dat hem dat hem. Nee, ik denk dat hem een score had laten maken. En dat hem dan niet goed vond, dan gewoon klassieke muziek heeft gekozen. Ah, zo. En daarvoor is blijven, ah, ik dacht ja. dat hij tap music had en dat ze dan inderdaad. En dat zou je kunnen, dat maar, maar ik weet wel die... dat er een komponist heel kwaad was. Ja, ja, er ja. was wel iemand die heel, een beetje pist. Ja, ja, ja. <laughs> maar ja, goed, het is wel onlosmakelijk verbonden nu. Ja, ja, ja. ja, ja. Er zijn, er, er zijn ja. altijd van die, van die muziekstukken die je gewoon nu, als je dat hoort, zie je mm -hmm. dat. Ja. Ja, dat, is ga, dat is natuurlijk gaaf als je dat voor elkaar krijgt als regisseur. Dan kan je moeilijk een, <laughs> uh, je een spel tussen krijgen. Maar, maar, maar dat het naar zwart moet gaan. En dat we een pauze halverwege krijgen. En ook, we krijgen ook al. We krijgen, dus het begint ook. En dan moeten we eerst nog even drie minuten door. Een soort uh, muziekding. Voordat we überhaupt beginnen. Maar heeft dat niet echt te maken met het publiek van toen. Een beetje klaarstomen. Van wat er allemaal op hun afkwam? Ik denk dat je dat. Ja. Zie wat er daarvoor gebeurde in de cinema, zeker qua sci-fi, ik denk dat dat zo overweldigend moet geweest zijn. Dat blijft, het feit dat dat nog altijd zo krachtig is, ik denk dat hem, dat, dat eigenlijk een soort knieval is voor het publiek van, ja. mannetjes ga zitten, uh, ik kom in ja. een sfeer en dan halverwege ja. even van ja oké. Okay, Zet je, je geen <laughs> ja, <zit er> <laughs> <Je denkt>, af. <ja. laughs> ik denk echt dat dat daar ook mee te maken heeft, van, ja. dat dat, dat, ja, mensen hadden echt zoiets nog niet gezien. En, nee nee, uh, dat is absoluut waar. Ja. Nee, dat, 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 ja, dat, uh... En er zijn natuurlijk inderdaad uh, Nolen, uh, Interstellar. Er zijn allerlei mensen die dat hebben proberen nadoen. Maar hij was wel de eerste. En ook ja, de, de, de technische kwaliteiten zijn. Uh, ja, dat is fantastisch. Nu, nu ik het op grootscherm zie, zie, dan begin je wel de gedateerde dingetjes te zien. Dat het zoals al plat is. En die, dat het niet. Dat het soms, dat het, je voelt, er zijn, er zijn stukken bij. Voel je, oh ja, die staan op de voorgrond, dat is de achtergrond. Daar hebben ze nog iets. En dat is, ja. is keihard gedaan. Maar bijvoorbeeld het allereerste shot van de. Dat was ook gaaf trouwens, want dan krijg je een, uh, de uh, um, aardeopgang eigenlijk. Dus We kijken vanuit de maan naar de aarde en daarachter de zon. Ja. En het harde is natuurlijk dat die boys op. De maan uh, twee jaar later die foto ook echt gemaakt hebben. Yeah, yeah, dat is crazy. Maar, maar je voelt wel dat het een hele platte maan is en dan een platte aarde. En ja, dat dan, is, maar dat is gewoon iets grafisch. Dat is niet dat je naar een, een CGI-bol die niet klopt of nee, zo. Nee, nee, het is nee, nog nee. altijd heel massief. In, en uh, het is ja. ook een heel mooi beeld. Ja. Het, dat ja. beeld blijft goed. En het, het, het feit dat. Dat Kubrick dat gemaakt, of dat Kubrick en Trumbull dat gemaakt hebben. En dat dan de mensen die op de maan zijn geland, dat hebben nagemaakt, bij wijze van spreken, omdat dat zo'n ja. iconisch beeld is. En vandaar de, de conspiracy theories dat hij de maanlanding zou gefilmd ja, hebben, Ja, ja, het is niet is, uh, ongeloofwaardig als nee. je dit ziet. Nee, nee, nee. nee, nee. En ook de, de spacesuits en alles is, ja, het is gewoon heel, heel, heel. heel uh, ja, dat is kijk hoe. Ja, alleen uh, uh, goed, dus, hè, dus je hebt het apenstuk, en dan heb je, de, de, dan heb je het baanstuk, en dan heb je het Jupiterstuk. Ja. Nee, eigenlijk heb je vier stukken, want dan heb je dan ook nog het uh, psychedelische stuk. Ja, 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 dat hoort bij het laatste misschien. Ja, want ja, 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 dat, ja. dat, dat vind ik toch wel een soort. Heb je ooit de, de Jaunt gelezen van Stephen King? Een kort verhaal? Nee. Ja. Nee. Het gaat over, over uh, reizen in de toekomst, uh, over, over intergalactische afstanden. Okay. Maar je, je moet verdoofd worden en een bril opzetten, of het gaat helemaal fout. En een vader is aan zijn, zijn kleinere aan het vertellen, terwijl als ze dat gaan doen. En die kleine is dan zo nieuwsgierig dat hij dat toch doet en die zet ze een bril af en die, die pakt die pil niet of zoiets ah, ja, ja. en die komt daar zo helemaal die krapt zijn eigen ogen uit die heeft wit haar aan de andere kant en ik heb het eindigd en ik dacht van ah oké okay, dat is waarschijnlijk geïnspireerd door, door die ja, trip hier. dat ja, je ja, ziet ja, ja. en uh, heel is, cool ja, ja. want als je ja wat als je, als je dat heel bewust meemaakt ja je ziet ook aan hem die, 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 is, die man is die niet oké okay. nee, okay. nee. die komt ook ja, die, is, die, die heeft ook precies hè, die zijn hele huid is naar de dat een zak dat is deels ouderdom maar ook deels is dat iets anders hoor ik dacht ook van ik dacht altijd dat zo slecht een mijn make-up, maar ik denk eigenlijk dat dat is van gelijk dat je hem te lang in bad hebt gezeten, van die ja. is uitgedroogd en... Of, of ja. misschien uh, uh, fucking uh, uh, Pluto, uh, weet ik veel, kern, uh, ja, ja, kernenergie zoiets. of zo, ja. Dat, ja. Dat, dat er ja. iets anders... Ja. Komt niet dat, meer goed in. Het, nou, is, het is niet alleen maar ouderdoms, uh, het, want het, het zit ook midden op zijn gezicht. Ja. Ja. Hij heeft geen rimpels en zo, nee. het is allemaal wat verschrompeld. Het is soort. echt ja. verschrompeld, hij ziet eruit als een stukje houtpapier. Ja, balzak ja. Hij ziet eruit als balzak, hij heeft grijze balzak, is die. Ja, dus, uh, dus dat. Nee, ja, goed. Eh, uh, 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 ja, goed. Ik, hier, dit is bij. Want ik heb hem natuurlijk. Ik heb, uh, dit is bij uh, de. Wacht hier, moet ik hem natuurlijk houden. Dit is bij DVD, waar een uh, soort ding bij is Dus ik, ik, ik heb er wel. Of het is er zit een dubbel. Okay, en daar ook. Kijk, hier zitten de. Oh, wow. Oké. Okay. Voor de niet-fans zit er wel goed bevorderd. Ja, ja. ja, en dan heb ik hem gewoon op Blu-ray. En dan heb je natuurlijk. Heb Die heb je nog nooit gezien. De, de, het vervolg, uh, yeah. 2010. Het vervolg... Dat uh, is niet zo slecht naar schijnt. dat is, Dat is veel minder spiritueel. Ja. En veel minder... En het slechte daaraan is... Dat dat uh, over de Koude Oorlog gaat. Oh ja. Dat is een hele edisch film. Oh ja. En ja, eigenlijk zit in, tota zit in die film... Is de Koude Oorlog al weg. En nu ja. ineens maken ze... Dus, snap je? Dus ze, ze proberen iets in de toekomst te doen. Ah, ja, ja, maar okay. het is Rusland versus Amerika. Ja. En dat voelt heel... Dat vringt heel erg, omdat je het gevoel hebt... Uh, Gene Roddenberry heeft al, de, al gezegd... Jongens, in de toekomst zijn we allemaal vriendjes. Ja. En eigenlijk zit daar, in die, daar zitten ook een paar uh, uh, Slavische of, of uh, Oost-Europese namen tussen... Uh, van die andere uh, mensen. In deze film? Ja, in de 2001. ja. ja. Dus het is raar dat 2010 dan ineens wel over een koude oorlog. Maar aan praat. de andere kant is het er wel op ontlekker dat we niet allemaal vriendjes zijn. Nee, hadden. dat is ook wel waar. Dat we terug koude oorlog. <laughs> uh, ja, voilà. Dus uh, we, naar het schijnt, we komen van de studio. Spelen ze hem ook in de studio? 2010. 2010? Oh, ja, dan ga ik zeker kijken. Ja, ja. Dat is uh, Gene... Nee, weet je hem nu weer. De man van Turk from the Sun zit daar toch in hè? John Lithgow. John Lithgow hey, en uh, volgens uh, mij Roy Snyder, en nee. En uh, voor de supernerd, dat is volgens mij Peter Hyams regie. Ja, Peter Hyams. Die heeft een zoon nu, John Hyams. Ja. En dat is een, een reizende ster in de actie- en horrorwereld. Um, uh, Hele goede regisseur ook. Uh, oh, wat ja. heeft u Pieter Hyams toch gemaakt? Want die heeft nog dingen gemaakt die ik leuk vind volgens mij: uh, Timecop. Top film. Ja, Timecop. Dat is voor een <laughs> andere keer. Als Ik, mijn, als ik, mijn, uh, ik ga een Jacques-Claude van Damme special doen. Uh, maar ik heb heel veel niet gezien, dus ik moet uh, eerst uh, nog. Een, uh, uh, double Team zit hem in Antwerpen. Ah ja, is, yeah. dat, is, is dat een double team? De uh, film met uh, Rodman, Dennis ja. Rodman? je hebt er twee die iets met dubbel zijn. Ja, yeah. double team en double, Disney. whatever. Yeah. Je hebt twee dingen die double. Ik denk dat er, ja, Rodman en dan zijn ze zo gezicht op de Singse voor. Uh, ah, is yeah, yeah, echt waar. Ja, dat is niet de Singse voor. Het gaat over diamanten misschien. Uh, hoezo? Ja, Zelfs geen idee. Met een ah. ork en een tijger. Uh, ja, is... Oké, okay, dat ja, Zij... wil ik zien. Oké, okay. ja. maar dat is Pieter. Ja, dat is diezelfde gast. Ja. Goed, een ander ding wat ik over 2001 wil zeggen: dat is dit. Dit is een, een comic die best wel veel geld waard is. Dat is het 2001 comic book van Jack Kirby, een de belangrijkste ja. comic ooit. Hè. Die heeft uh, samen met Stan al die dingen. Mm -hmm. En die heeft, die heeft een reeksje gemaakt van een uh, issue of 10. Uh, 2001 Space Odyssey Comics die zich ook in dat universum afspelen. Ja. Dus het is niet met de personages van 2001, yeah. maar het is wel, het begint vaak de uh, 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 Dawn of Tarin. Yeah. En dan schieten we ook vooruit. Uh, ah, oké. Okay. Dezelfde ja, ja, ja. structuur. En, en op een gegeven moment, de eerste drie issues hebben dat, een beetje dezelfde structuur, maar een eigen verhaal erin in gemaakt. En dan wordt het iets meer uh, comic bookie uh, 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 zeg je dat, uh, superhero. Yeah. Want dan komt Machine Man, wat een, uh, uh, ja, een machineman is, <hikechijnlacht> die wordt geïntroduceerd door Jack Kirby in issue 5 of 6. Of ja. Dus, dat is, dus, die, dus de, de, Issue 1 is veel geld waard. En issue 6, omdat die machine man daar voor de eerste keer in komt. En dat is een recurring character daarna. Dus die dat is. Uh, ja, en, ja. Dat, omdat uh, Jack Kirby is wel altijd heel erg geïnteresseerd geweest. Die heeft dat zelf geschreven, ook denk ik. Die is altijd heel erg geïnteresseerd geweest in, uh, in uh, Space en Origin en uh, Van Daneke en uh, die, 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 die verschrikkelijke Eternals-film. Ja, die heb ik. Uh, je ja, even uh, 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 yeah. Absoluut goed. Maar het idee, yeah. de basis daarvan, is ook Jack Kirby. En gaat ook over. Oh, aliens die ons. Aliens die eigenlijk goden zijn. Yeah. En, en dat soort dingen. Dus de, het basisidee is ook van Jack Kirby. En dat zit hier ook al een beetje, okay. een beetje in. Dus dat is wel. Ja, ik ben een grote Jack Kirby-fan. En dit is bij. Die, die, die heb ik letterlijk. Oh, ja. Hier aan je hebt het bij. Nummer 8 is het. First appearance machine ben. Daar heb ik 30 euro voor betaald. Okay. En wel, uh, Voor welke tijd spreken we dan? Jaren, dit is jaar 70. 70 ja, ja. Okay. Dit, is, dit is, laten we zeggen, vijf jaar daar die film. Oké, okay, Dus, interessant dus die was echt ja. wel echt geïnspireerd. Die heeft dat in de cinema gezien en die was daar echt wel, uh, ja. wel door geïnspireerd. Dus ah ja, dus dit is, ja, dit is ja. zal ik de, <laughs> dit laten zien. Voilà. Dit, en dit is een, een strip die ik echt letterlijk, misschien staat mijn er wel in. Nee, dit is de stripverfilming van 2010. En die heb ik dus. Van ja, okay. 2010, ja, oké. 2010, het vervolg. En die heb ik letterlijk van toen die uitkwam. Dus uit de jaren 80. Dat is okay. echt bij de uh, editie. Dus ik, ik denk dat ik zelfs eerst de strip had gelezen voordat ik, uh, voordat, ja. voordat ik de film. Uh, ik vind ook wel, al, als ik nu keek, dat er, uh, er zijn zeker. Want ja, ik denk dat dat lang duurde voordat uh, regisseurs nog eens het budget kregen om zoiets te doen, maar in in de stripwereld heb ik wel echos gezien al vaak, bijvoorbeeld zo wat Enki Bilal doet. Ja ja dat is toch ook heel uh, geïnspireerd door dit of ja. um, Torgal zitten ook sequenties ja dat, vind, uh, dat zijn mijn favoriete Torgals dat die ook zo dat speelt zich uh, een beetje af zo in de centraal Amerika en dat gaat dan over de uh, uh, dat de aliens of bedoel je dat niet N nee ik heb ik ik heb Torgal als kind heel vaak gelezen ja? maar dat, dat waren die eerst echt die eerste reeks en dan ging dat over uh, space battles een soort scooters ook zeer Star Wars Zo'n scooters in space to Torgal ja en die ja, ja absoluut en die die waren op elkaar aan het schieten een soort dogfights in space maar dan voelde ook de spirituele, vooral van Kubrick, zit daar ja, ja, ook ja, ja. heel erg in. Uh, ja, ja, ja. Goed, en het spirituele, wat haal jij daaruit, of hoe interpreteer jij dat? Um, dat is ook vaak gewoon puur emotioneel. Zo, die muziek, je hebt wel die bombastische klassieke muziek, maar ik denk, is daar ook niet Ligeti in of zo? Meer die koren. Die ja, ja, ja. Dat ja, ja. wordt eigenlijk heel sinister en horrorachtig. Ja. En als we al die planeten. Uh, ik geloof niet zo in, in astrologie per se, maar je kunt, denk ik. Niet ontkennen dat al die hemellichamen rond ons, die zijn iets mee ons dan toen. Niet met ons persoonlijkheid vanwege de maand waarin we geboren zijn. Oké. Okay. Maar er is van alles dat we nog niet doorhebben okay. over de kosmos. Uh, Oké. Okay. Toch? Nee. Maar... Nee, 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 niet. nee dat, we niet, dat we niet weten. Dat we niet weten. Ja. Ja, ja, in en, en die film raakt hij wel aan van, van wij zijn nietige mieren op ja. een van die bolletjes. En die film, de, je gelooft in de grootheid en de mysterie van de kosmos. Als je ja. naar kijkt. En, het, en, het, uh, en ja. het, het, het kleinschalige van de mens. Ja 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 ja, 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 absoluut. In het feit dat wij er dan zo. Ja, uh, ja de pure horror dat daar buiten ligt. Ja, ja, ja. Uh, want wat, uh, het verhaal komt ook in. Die, dus er is eerst een monoliet uh, op de aarde bij die apen. Dan is er een monoliet op de maan. Ja. Maar die is daar wel al een paar miljoen jaar. Maar wacht, is dat de maan? Want ze noemen dat is die, de maan, hè? Want ze noemen dat anders, hè? Nee, dat is een krater op de maan. En zo, ah, waarom, dus het is okay. de maan zelf. Ja, ik dacht dat het de maan Ze okay, gaan naar de maan ja. en dat is een of andere regio op de maan, ja. waar, waar ze dan die, die, die monolith vinden. En die, die, ligt, die zit onder, onder de grond daar en die zit daar ook al een paar miljoen jaar op suggererende dat, dat dat er allemaal ver voor ons allemaal al was. Ja, wat ik trouwens misschien mijn... Het is niet een van de meer iconische beelden van de film, maar wel mijn favoriet beeld is zo die werf op de maan. Ja, 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 ja. <laughs> dat begint dat shot in, dan zijn er nog geen mensen die denken: ah, dat is een miniatuur. Ja. Maar dan lopen die daarin en denken die zot heeft een krater op de maan. Ja. Nee, een werf op de maan. En eigenlijk. dat is heel frustrerend, want dan begint het heel hard te piepen en echt hard te piepen, ja. zeker als je in de zaal zit. Ja, ik wil dat het geluid. Ja, ja te ja, piepen, ja. ja hè? En dan is daar zwart, terwijl je dan denkt: ja, nu wil ik weten wat er gebeurt. Ja, dat is waar. Het enige ongeloofwaardige is dat er in die werf niet zo'n kleine. Blauwe plastieke wc's daar. Uh, maar misschien is dat Dixie. de monolith. Dixie. Ja, Dixie. Dixie. Yeah, yeah. Well, met een hele lijst van dingen die je moet doen... als je daar wil kakken. <laughs> ja, voilà. Kijk, een Dixie <laughs> heb ik gemist. Hij uh, yes. hey, was geen Dixie. Yeah. Kunnen we nog even bellen naar Stedtje Kubrick <laughs> over de Dixie. Uh, uh, denk jij... Want dat, hey, ik, ik snap wel wat je bedoelt. Denk jij dat... als Kubrick en Arthur C. Clarke... dit uh, schreven, maken, bedachten... dat die... een uh, helder idee hadden van wat het is? Of is het eerder een gevoel wat ze willen meegeven? Ik, er is, uh, ik heb een herinnering. Ik, mijn vader had een boek van R. Ah, R. C. Clarke. En er is... Dat is geen foto, maar in mijn hoofd is een foto dat ik toen als twaalfjarige mee naar het school nam. Die lag op mijn bureau, van dat de leraar kon zien Ik ben aan het lezen Ja, Ja, ik ben slim. Ja. <laughs> ik heb dat ooit gelezen. Ik denk dat dat een heel, uh, sowieso een heel uitgepuurde versie is van die boek, als ik het mij goed herinner. Dat ja. dat veel gedetailleerder is. Was het, eerst? het boek eerst? Ja, ja. Ah, ja. Tuurlijk. Ja, ah, ja. Ja, dat is een dus, adaptatie. ja. Ah, ja, ja Oké. Okay. Um, ja, ik denk dat er, uh, Maar dat je wel... Je kunt niet zo'n visie van, van waar het de ruimtevaart naartoe gaat doen zonder veel research te doen. Ja. Dus dat klopt allemaal wel en dat zal ook wel Arthur C. Clarke zal er al mee bezig geweest zijn. Nee, nee het gaat over het, einde. het ah, einde. sorry. Het einde. Uh, weet of ik ze, niet wat dat of, zo in je boek staat? Uh, of, ze, of, ze, of dat einde. Ik heb een hekel aan mensen die <laughs> onverklaarbare dingen. Ja, dat is toch logisch? Het is sowieso zo. zo, zo. Yeah. Ik denk dat, dat zij. Dat, dat dat open voor interpretatie is. Dat dat ook de bedoeling is van de makers. Ja, maar ik heb pas nog maar um, een stukje uitleg gehoord van Kubrick. Later in zijn leven, waar uh, ik nooit bij stil had gestaan dat dat misschien de bedoeling was. Ah ja. en hij is er vrij open over. Namelijk dat dat een soort zo is... Waar die man wordt ingezet voor ah, aliens. Dus ze doen ja, zoiets ja, na. Van, ja, ja. Ze denken dat dit iets is wat mensen aangenaam vinden om in te vertoeven, daarom dat die architectuur helemaal niet klopt. Nee, ja. En een, een hint is ook: er is geen deur naar buiten. Nee, uh, nee. Dus dat is zo, ja, die man is ter observa die zit in een soort observatorium. Daar heb ik nooit over nagedacht, maar dan denk ik van: ah ja, dat is heel plausibel of zo. En dan is, dan is die, die, dat ding is de reis daar naartoe. Ja. Ja. Ja, ja, maar dan is die space baby een beetje raar. Ja, dat lijkt als een... Uh, ja, wat is dat? Die wordt teruggestuurd naar de aarde, toch? Dat is ja, het laatste dat, beeld. Dat is, ja, dat, zo, zo zie je ja, dat, ja. ja. Um, nee. Dus de, want ik ben helemaal akkoord met... Dat, uh, ah ja, we hebben een soort uh, we verzamelen overal uh, aliens en die zetten we ergens uh, samen, snap ja. ik. Maar dan is de space baby... daar wordt, wordt het weer een beetje een soort spirituele uh, wedergeboorte. Uh, uh, waar gaan we naartoe met z'n allen? Ja, maar ook die een baby is verschrikkelijk eng. Ja, die is heel scherp. Uh, ja. en, en ook de, die is zo gefilmd dat hij misschien wel gigantisch zou kunnen zijn. Het zo. Ja, je, dat is uh, niet duidelijk hoe groot dat die is. Nee. Want op een gegeven moment zie je die daar de aarde toe gaan. En, en is die ongeveer zo groot als de aarde <laughs> ja. zelf. Dus dat is best een, best een luguber einde of zo. Ja, ja, ja. Uh, ja. Ja, ik moest, ook, moet ik openen, ik moest ook, ook denken aan de vierde Star Trek film die dat ook allemaal wel, 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 wel heeft ofzo. Is dat of de met de ja. Okay. ja. Dat is de Puragok Nee, dat, eh, de, okay. de, dat is, dat is met de aarde en ja. dan en dan ook met een soort op een soort monoliet die afkomt ah, ja. Die, dus ja, dus er zit ook dus Kijk, het is je kunt niet ontkennen dat die film zoveel mensen op zoveel manieren beïnvloed heeft dat dat je, dat je niet kunt zeggen dat dat slecht... Ik zeg niet dat dat slecht is. <laughs> dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Ik vind Planet of the Apes beter. En ik vind Alien beter. En weet ik van wat. Maar er zijn toch ook gewoon cool andere genres? Ja, ah, uh, Planet of the Apes ook maar apen. <laughs> Ap is geen genre. wel, <laughs> apenzaren. King Kong, Planet of the Apes. Oké. Maar man. dit, dit ik. ik Meestal, mijn, met, uh, mijn, ik vind het ook moeilijk om films te quoteren, maar voor mij gaat dat vaak over. Wij willen een film doen en ja. slaagt hem daarin. Ja. En deze film wilt, heeft een enorme ambitie. Ja. En zoveel jaar later voelde nog heel veel van die ambitie binnenkomen. Dan denk ik, ja, oké, okay, je kunt dat niet ontkennen. En we, 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 wat zijn de ambities dan uh, voor jou van die film? Ja, een uh, van de. de, even de Hoofdambities is cinema letterlijk veranderen ja, ja, ja. en je gaf al toe dat er zoveel is nagekomen nee, nee, dat is nooit dat, even die, uit. dat kun je die ontkennen. Nee. En dan denk ik, ja, met, met, met beelden iets doen dat nog niet gedaan is met beelden was, ja. was vaak voor Kubrick uh, de opzet ja, en, ja, ja. Ja, en dat is iets dat ik denk... Uh, ja, maar is, en dan ook naar Barry Lyndon toe, dat er ook wel een soort enorme technische vaardigheid in zit. Die, die is ongekend en ja. die, die is niet te ontkennen, die, die is niet te, niet te versparen of whatever, dat is fantastisch. Maar maar soms is het ook wel een beetje stoeverij of zo. Dat en en, en dat, het, dat het dan, dat is technisch. Het is, ja, het is toch altijd, Het is technisch zo straf, zo Barry Linde Ja, ja, dat is kaarslicht en naast Dan ben het toch en, alleen maar na de feiten? Dat is toch niet in je face, dat ze dat aan het zeggen zijn? Dat was niet nou, op internet toen dat je kon nee, zien. Nee, dat is na de feiten. Maar het duurt, het, 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 ook daar, het is allemaal zo traag. Dat, 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 dat ik het gevoel heb, ja, nu wil je gewoon even laten zien dat je dit aan het bent. Oh, ik vind dat echt niet traag, dit. Ik snap wel, dat is, dat is een, een... Ik vind het niet saai. Dat is wel traag, maar ik, ik ben nooit bored. En ik vind dat, dat Vooral omdat we Solaris samen hebben gekeken. En daar ja. vind ik het ritme gedateerd op een manier dat ik denk van... We, we kunnen er niet meer in komen, maar hier nee. is dat zo... Nee, maar ja, nee. Solaris... Kijk, het verschil is natuurlijk dat ik Solaris nog nooit gezien had. Dus ja, ik ja. wist niet wat er ging komen. Ja. Dus, dus en, maar dat is ja dat is ook wel denk ik, ongeveer een honderdste van het budget en wat ze hadden ik bedoel dat is gemaakt ja. met twee stukken touw en een <laughs> en dit ja dit ziet eruit dat het zelfs in die tijd heel veel geld heeft gekost dat is waar uh, ja, uh, uh, ja en ik bedoel de, de trage shots van Solaris die zijn met een, met, een, met een karretje en een, en een gast op, op een, met een camera op een karretje. Die zo, ja, ja, oh, en even uitzoomen en even inzoomen. En deze, hier is, hier is niks aan het toeval overgelaten. Maar dan vind ik Nolan veel meer lul op tafel cinema dan dit of zo. Uh, ik ah, denk ja. veel meer. En, en ik, het is nu omdat ik zelf iets aan het voorbereiden ben, dan word ik altijd heel uh, zenuwachtig als ik dingen bekijk. Maar bijvoorbeeld is, die, is dat zo? Ja, dan begin je technisch te kijken. Uh, en er is een scène dat die man een soort vergadering heeft nog voordat hem. Uh... Ja. Je weet wat ik bedoel? Die ja, scène ja. dat ze. Eerst, allemaal... eerst hebben die gast die zo'n foto's aan het trekken is met een soort pistool. Ja, ja, en, en dan ja. uh, gaat die gast. Uh... Voordat hem op die missie. Ja, vertrekt. voordat ze op missie vertrekken naar de baan. En puur de decoupage daarvan, dat is eigenlijk een vergadering. En dan ja. denkt ze, ik ben aan, aan een Nolan aan het denken hoe hij dat, dat allemaal zou doen en zo inrijden op mensen. En dan denk ze van, nee, heeft vier of vijf posities gekozen. Heel simpel. Ja, en, en jij je dat misschien Simon dan denk ik van nee. Nee, ja, ik daar had. Ja. Dus dat is, dat is dan bijna comedy afwijking. Ja. Dus, die gast staat op, krijgt applaus ja. en moet dan nog tien passen ja, doen ja, ja, voordat ja, hij er is. En dan wordt het zo vacuum. En hij zegt kut gewoon dat hij er staat. Kut ah nee, maar dat is, niet, dat is niet... Ja, maar dat is allemaal heel opzettelijk. Ja, maar dat is niet... I don't care. Ook als hem in die, in die uh, zaal met die roos, rode stoeltjes ja, komt. Ja. Wat ik leuk vind, is dat zit een groep mensen zit. Ja. Hij komt erbij, iemand anders staat op om ze een stoel te geven. En die moet dan zelf een stoel gaan bijtrekken. Ja. Terwijl dit is zo'n gecontroleerde wereld, dat je gewoon weet... Die awkwardness daarvan is helemaal de bedoeling. Dat geloof ik ook. En dat vind daar ik, wel, ja. en bij de anderen geloof ik het niet. denken: denk van, ja, nu wil je gewoon niet kutten, terwijl je ook voelt... Hier had je moeten kutten. Nee, het wel. Omdat nee, die zitten daar met vier. Ja. En je komt erbij zitten, komt er dan bij zitten. En bij die ene, en Oké, okay, dus dan zit je met twint, tien aan de tafel. En gaat gast staat recht, krijgt applaus. En die moet dan helemaal rond die tafel, voordat hij bij dat strikt komt. Ja. En dat is gewoon nergens voor nodig. Dat is gewoon nergens voor nodig. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ik zat er echt aan te denken: dat is grappig dat je die ja, ja, scène doet, ja, ja, ja. maar ik was het alweer vergeten. Had... Maar, maar het ging mij meer over: zo, van, je kunt daar ook heel pocherig ja. decouperen. En dat is eigenlijk super basic. Je weet waar je naar aan het kijken bent, op wie dat je moet letten, wie dat er belangrijk is in de scène. Super klassiek en traditioneel. En dat vond ik dan grappig om in zo'n film, die zo'n monumentale. Uh, reputatie heeft te zien van, ay, hoe gaat hem om met een paar mensen rond nee, Kubrick is nooit echt van de snelle coupage, hè? dat is altijd heel traag en rustig en nooit. Dat heeft nooit echt heel... Uh, misschien is *Strange Love* een beetje uh, wat sneller gemonteerd, maar voor de rest is alles redelijk traag gemonteerd. Ja, wel. heel opzettelijk en die gaan alleen maar. Ook bijvoorbeeld, dat is ook. Je hoort zelfs Fincher, er zit de echo in van. Uh, Kun je vergeet Killeralypse? Ja, nou? heb ik gezien, het zie maar voor. Eerste keer dat hem. Meerdere sequenties handheld toe. Wat ja. mij heel hard opviel. Want dat is ja. iets wat je alleen gebruikt uh, als het nodig is. Uh, en men nodig is van als er zo ja, de urgentie van, van ja, is. Ja, ja, ja. En dan komt dat heel hard binnen. Dus als je het heel, heel de tijd Michael B gebruikt, dan bindt het eraan. Ja. En hier ook. Het is super statisch de hele tijd, maar dan uh, geraakt hem toch binnen omdat de helm heeft buitengesloten. Ja, ja. En dan gaan we achter hem aan met de groene helmsequentie. Ja, ja, ja. Dat is het enige handheld-stuk, waar of. Ridley Scott trouwens veel meer gebruikt in Alien. In Alien de hele tijd doet. En dan weet ik gewoon van, ah, dat is zo juist... Omdat je dan spanning hebt. Ja, ja, ja. ja absoluut. Ja, en, ja, 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 en, en dan, ja. dan ja. denk ik, oh, dat is... Elk shot heeft... En dat is, dat is heel uh, leerrijk. Ja. Je, als je, je zegt net zelf, je bent iets aan het voorbereiden. Ja. Kijk je dan analytischer? Uh, je gaat wel letten op wat je vooral niet moet doen in slechte films kijken, want dan word je heel heel ongemakkelijk van. Uh, want dan, dan, dan probeer je op te lossen wat je zelf zou doen en dan zit je vertrokken. Ah, ja, ah, ja, ja. Dan is het echt beter om naar meesterwerken te kijken, te zeggen ah, het kan ook heel simpel. Maar <laughs> dat vind ik leuk aan Kubrick, dat is zo uitgepuurd, dat, dat is bedriegelijk simpel allemaal. Ja, 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 uh, ja. Ik had ook mijn Full Metal Jacket, dat je van ah, dat zijn de shots, dat is zo, ja, ja. ja. Dat is ook maar een halve goede film hè, toch? Nee, dat is, dat is een geniale film en een heel goede film erachter, toch? Nee, dat is een geniaal <laughs> film. En dan een redelijk matige ding, wat we eigenlijk al toen. Dat is de eerste, wat ik vind, dat Kubrick achter de feiten aanloopt. Dan hebben we al Platoon gehad, volgens mij. 86 is Platoon. Dit is, is 90, of, nee, 87 denk ik. Of ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Maar Fullmetal het is na Platoon. En dan denk ik denk van, dat eerste stuk, dat hebben we nog nooit gezien. Daarbij, doe ik, daarbij weer aan mm -hmm. lekker aan het Kubricken. Dat tweede stuk. <laughs> Ben je letterlijk in de achtertuin in Engeland aan het draaien. Ja, en ik heb het maar, al gezien. Maar, maar, maar dat zijn gestaan. zijn eigen... Maar zijn eigen, uh, dat moet je niet doen. Dan, nee, moet je niet doen. Nee. dan moet je stoppen. Dan maak je een verhaal wat stopt wanneer ze moeten vertrekken. Dat is da ja, okay. tweede helft on ontegenspikkelijk slechter. En, uh. en voor het eerst in zijn leven, de, al, al gezien. En daar, je kunt veel zeggen over Kubrick. En ik zeg heel graag lelijke dingen over Kubrick. Uh, want ik vind die een beetje over het paard getild. <laughs> en ik haat. En het probleem is. Ik haat, maakt niet zin. Nee, 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 ik haat het <laughs> niet. Maar ik haat het wel dat die op handen wordt gedragen. Omdat ik het vaak gewoon traag shit vind. <laughs> maar alles wat ik goed. Kijk, dat is een beetje zeggen uh, dat, dat je Oasis, Oasis beter vindt dan de Beatles. Ja? Om, en dat wat jij aan het doen? Bent, wat ja, ik dat doe. Komt, ja, 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 ja. Nee, ik doe dat nu. Ja, ja. Ik, ik vind Oasis niet beter dan de Beatles. Okay maar uh, ik, vind, of, ik vind de Beatles ook niet zo goed, maar, maar uh, uh, jawel maar snap je? Ik vind Kubrick, nee sorry, ik vind uh, Scott of of, Ding, of Dolan, vind ik leuker dan Kubrick, maar dat is eigenlijk zeggen dat je Oasis beter vindt dan, dan. Maar ik door. snap ook dat je, ik denk dat veel van je ergens komt door al het gelul rond die ja. films die niet eens van hem, dat gelul komt niet eens van hem, maar nee. zoveel zijn maar er niet je dat doen. Kijk, en, hetzelfde denk ik. ik ja, uh, ja, dat is, maar dat vind ik ook echt niet zo goed. Nee, nee, okay. nee, nee. En ik vind The Shining niet eng, dus dat vind ik ook een dingetje. Voor een horrorfilm vind ik dat een beetje lastig dat hij niet eng is. Kijk, ik bedoel met alle respect voor iedereen en je mag allemaal vinden wat je vindt. Maar de Exorcist heb ik nog niet zo lang voor de eerste keer gezien. Dat was een fucking scary shit. Ja, ja, ja. Een scary, ja, ja. scary film. Ja. En The Shining niet, hè. Shining is niet eng. Een soort dat uh, is Dread en dat is geen uh, Fear of zo. Dat is toch een verschil. Je ja, zit daar wel, wel ongemakkelijk naar te kijken. Dat is zeker wel ja, Ik zit, ja, zit er ongemakkelijk naar te kijken omdat ik weet dat die Shelley Long naar de, de klote geholpen is door die fucking Kubrick. <laughs> die, heeft gewoon, die heeft gewoon een vrouw kapot gemaakt. Daar zijn ook weer... Uh, Discussies over... Ja, uh, ja, nee, nee, ja, nee, nee. Het was, het was niet een agressievervuurde. I mean, je je moet wel, je moet wel... Dus, ik heb op, op YouTube een stukje gezien van hoe ze die leeft nog, hè, ja, ja, zeker. Hoe die eruit ziet. Ja, dat is een soort. Uh, was niet zijn schuld dat hij er zo uitziet. Oh, jawel. <laughs> zij hij heeft dat gedaan. Hij heeft die gewoon kapot gemaakt. Uh, hij heeft een relatie van uh, van de uh, Tom Cruise die kon Kip met de kloten gedaan. Hij heeft, hij heeft heel veel kapot gemaakt ook. Oké. Okay. En een paar goede films gemaakt ondertussen. En absoluut ook een paar goede films gemaakt. En gelukkig nooit meer nu. Maar, uh, maar nee. En, 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 en uh, niet te ontkennen uh, van belangrijkheid. Dus dat snap ik ook wel. En, en, maar het, 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 het gedweeper mee uh, Ja, maar het lijkt me... Er ontsnapt ontsnapte ook niet aan het gedweep ermee. Maar ik vind wel... Als We je die films dan eindelijk ziet... En je ziet hoe simpel... En eigenlijk hoe, hoe publieksvriendelijk dat dit toch wel is... Dat, vindt, dat, dat is niet ondoordringbaar, woorden. een arthouse deze. Dat is gewoon. Nou, het einde wel, hè? Maar niet, niet, niet van waar ben ik naar aan het kijken. Die smeren zijn nog altijd wel van wow, waar ben ik naar aan het kijken. Ja, 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 maar, ja, maar. indruk weet Niet van wat moet ik hier snappen. Je nee, nee, zit wel mee open mond. Oh. Nee, het is geen lynch. Uh, nee, is dat is zo. Dat ja. is zo. En, en hij, hij, geeft wel, hij geeft ook een eindpunt aan. Alleen je weet niet precies wat dat eindpunt nee, is. Maar, ja. maar dat, is niet zo, dat stoort mij niet. Want je, je, voelt, je voelt dat dat klopt of zo. Ja, ah, wel, maar dat is vaak, hè? Dat is wel iets nooit. <laughs> dat is niet bij mij, een tweede lievelingsregisseur Maar ik vind het grappig dat, je, dat dingen moeten kloppen voor u. Dat dat alleen maar een goede film is als dingen kloppen. Uh, ja, nee. Ja, weet je, die zitten daar met zoveel mensen aan te werken. En dan moet je toch geen flauwekul verkopen? Was dat maar, okay, maar kloppen kan zoveel betekenen. Ja, en, en, en dat is ook voor mij, hè, voor mij. Want voor iemand alles die klopt, kan voor mij wel kloppen. Hè. Ik bedoel. Uh... Hebben jij, um, want dat heb ik wel met dit soort films heb jij films dat je denkt van ik kan die om de 15 jaar terugzien en die doen iets anders met mij of is dat jawel jawel, okay. jawel. maar dat zit misschien in andere genres of zo uh, nee uh, uh, ik heb het ik heb allangs, uh, omdat uh, Naked uh, post daar is even mijn favoriete films altijd Lee. wat ja en dat heb ik destijds ik heb daar een podcast ook over gedaan maar dat heb ik destijds negen keer in de cinema gezien dus ik heb die echt heb, niet om die negen keer in de cinema te zien maar elke keer om iemand alles mee te pakken op dat, dat zo een date film ook ja ja, niet echt, hè? <laughs> nee. Maar het was ook niet altijd met een vrouw, hoor. Okay. Uh, maar goed. En dan heb ik dat inderdaad dit jaar opnieuw gezien. En dan kijk je daar toch op een andere manier naar. Ja. En, en uh, ik vind het nog altijd een hele goede film. Maar nu ben ik een volwassen man die daar uh, jonge gast die zichzelf overroept kijkt. Terwijl ik toen wou ik die gast zijn. Ja, 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 ja. ja, ja. Snap je? Ja, ja. Dus je ja. kijkt nu. Dus, uh, uh, Zeker. Hetzelfde bij. Uh, 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 natuurlijk bij. Uh, Ferris Bueller's Day of, een mm -hmm. mijn favoriete films altijd. Je wou Ferris Bueller zijn. En nu weet je dat je Cameron bent. Ja, dus Ferris is helemaal niet zo'n fan. Tegenover Cameron. Ofwel, want yeah. hij, hij trekt hem mee omhoog. Ja, ja, ja. Dus, uh, nee, maar dus snap je, of bij de uh, 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 Breakfast Club hetzelfde. Hè? Je wil allemaal, ieder, je wil fucking Jud Nelson ja. zei. Maar dat is maar... gewoon leeftijd. Maar ik denk echt de, 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 de werkelijke inhoud van een film die verandert, dat, dat kan ook wel gebeuren. En ik heb dat meer met dit soort abstracte dingen vaak dan, dan mee, uh, dat ja, soort of, films. Ja, of dat je dat je, uh, uh, je er ook ik, ik zou, ik denk dat ik vroeger kwaader zou zijn geweest dat ik het niet snap. Ja. En dat ik het nu dat wel in berust dat ik, het, dat ik het mooi of goed vond of zo. En ja. dat nog altijd lastig, hè. Dus ja, dat merk ja. je wel. Maar ik denk dat ik, ...daar vroeger nog kwaader van zou geweest zijn. Ja? Oké. Okay. Dat ik nu denk van... Ah ja, Steeds wat, minder kwaad. Ik word, er, ja. ik word wat goed. minder kwaad om oude dag. Yes. Nee, bijvoorbeeld The Shining heb ik ook al gehoord... ...ik heb zelf geen kinderen... ...maar van mensen die die een film pas snapten... ...of de horror ervan snapten... Als ze kinderen hadden. Ja, maar ook zo in een huwelijk zitten... ...dat misschien niet zo goed uh, botert... En, en ge, oh ja, de ambities. ja, slecht relatie ge... ook wel veel gaat. <laughs> maar je moet je ambities begraven... ...of, of je ze hebt... Artistieke ambities en uw gezin zit volgens zelf in de weg, dat dat dan heel anders binnenkomt. ja. Ik had onlangs een film, shit. Dat ah! Ik had uh, voor die video Nasties. Mm -hmm. Ik heb daar al gezegd dat ik dat ging ja, ja. doen, hè? Ik heb het geluisterd. Ja. Dat ik, uh, ah, heb je het geluisterd. Ja, dat, dat die Driller-killer, wat mm -hmm. die dus met medecompanen vonden, dat allemaal slecht. Ja. Ik vond dat toen niet zo slecht. Ook omdat ik daar niet naar keek als zijnde er moet hier. Ik zag dat dan meer als een psychologische thriller. Dus ja, ik, ja. Was, ik was daar minder. Uh, uh, van ja, maar wanneer gaat hij nou eindelijk met die, die de mensen doodmaken? En gekoppeld aan het feit dat die gast een kunstenaar is, en ik heb natuurlijk zelf ook kunst gestudeerd. Is dus ja? dat je iets makkelijker kon verplaatsen in dat hoofdpersonage of zo. Ja? Dus dat ik daar inderdaad op een andere manier naar keek dan mijn companen. Omdat ik een andere, een andere ervaring. Mm -hmm. uh, een andere, en ook dat op een ander moment kijk. En dat die. Uh, niet als je op zoek is naar, naar slasher's. Ja, slasher's ja, ja. en naar, naar ja. dingen en, en je, je bent uh, Cannibal Holocaust aan het kijken en je denkt oh dan ga ik Driller killer ook kijken. Ja dan valt die fucking film tegen natuurlijk. Omdat dat totaal yep. niet... Dus maar da, da, daar heb ik wel inderdaad wel dat je... Dat, je, uh, 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 dat is hetzelfde als ik, als ik zeg dat Ferris of mijn favoriete film is. Als, je, als iemand van, van 50 daar nu naar gaat kijken voor de eerste keer, dan zegt hij: Gast, what the fuck. Dat is een film over, over middelbare schoolmensen. Wat de fuck is dat? Ja, dat was omdat ik toen ook fucking 14 was, 15 was. Dus, dus dat is wel. En het is wel leuk dat je inderdaad films die je toen heel goed vond, of waar die toen een uh, emotionele impact had. Daarom zijn wel die mensen ook zo overdreven: Star Wars. Omdat, hè, eh, dus. Uh, die Star Wars films zijn shit. Ja, natuurlijk zijn die, die, die nieuws van Star Wars. Omdat jij, omdat jij niet meer de doelgroep bent. Nee, nee, maar denkt u dan ook niet dat Kubrick misschien... Dat je dat beter apprecieert als je wat ouder bent? Ik had, dat, ik had Barry ja. Linden niet moeten zien op mijn 18, denk nee. ik. En dat ik dat... Nee. Maar nu was ik veertig ja, ja. en dan dacht ik... Ik vind dat hilarisch. Ik vind dat echt grappig. Maar op een heel subtiele manier. Heb je die, manier... Uh, die film over die gast, die, die acteur die daarin zat? Die dozends, ja, film, als... Filmworker. Ja, Filmworker. Fantastische. fantastische film. Ja. Vind je hele, vind ik misschien wel de beste Kubrick-film die er is. Dus dat, uh, ja, nee. Dat snap nee. Ik. Dus dat gaat over een docu over, ja. over uh, zijn assistent, Leon Vitali. Ja. Die uh, meespeelt in Barry Linden. Die ja. speelt daar die, die, um, de duellist. Ja. Uh, en die, is dan, die was zo geïnteresseerd in Kubrick uh, dat hij eigenlijk zijn uh, slaaf is geworden. Ja, bijna letterlijk ja. zijn, zijn hulpjes. En nog altijd. Ja, die het Hij beheert, ja. beheert nog altijd het uh, estate. Maar vooral een documentaire over vriendschap en En, en passie uh, en respect. En, respect ja, ja. en, en, oh, en gewoon je leven... Ik bedoel, bijna, ook bij de religie. Ja. Dus je leven ten doel stellen van iemand waarvan jij vindt dat die... Geniaal is ja. en, en jij al blij bent dat je in zijn schaduw ja, mag staan. Ja. En het, 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 het pakkendste vond ik dat hem ten tijde van Full Metal Jacket dat Kubrick hem naar alle videotheken stuurde waar dat hij te huur was om te zien of dat in de vitrine wel klopte, waar dat ze maar uitgestald. En ja. dan denk ik van, Lul! En is, en, pak een taxi ja, en ga zo, het gewoon even zelf ja. lul. Maar dat hij ook blijkbaar uh, dat manneke van de Shining, dat hij die, ja. die, die de hele tijd moest bereiken. Eigenlijk de acteursregie heeft gedaan. De acteursregie ja. dat, dus ja. dat heeft die Kubrick zelf ook niet gedaan? Ja, oké. Okay. Maar dat is een hele mooie, warme film. Ja, een Absoluut. hele mooie film. En, ja. en, en, en uh, die man verdiende ook wel die aandacht. Want die, op een gegeven moment is er ergens een. Een uh, overzichtstoling van Kubrick en hij is deze uitgenodigd. Ja, of ja. Dus dat is ook echt wel schandelijk of ja. zo. Uh, uh, ja, en als ze hem interviewen in het heden, is dat is een vrij shabby ja, hippie. Ja. Ik denk uh, niet ja. dat hij er veel geld aan overgehouden heeft. Nee, aan, aan zijn heel avontuur. Nee nee, 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 Maar wel, zoals gezegd, je erkende het genie van iemand ja, ja. bij hem en die zei van ik stel met een diester ervan. Uh, ja, ja, en dat is. Dat is Dat, is, mooi, ja. dat is echt een, een heel bijzondere film over een heel bijzondere man. Of je nu fan bent van Kubrick of die, dat doet er zelfs eigenlijk niet. Nee, 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 klopt. Heel ja, mooi. Een, goed alright uh, uh, wat uh, kunnen we nog iets uh, nog een laatste uh, op uh, 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 vijf spacebabies hoeveel hoeveel geef je hem is het inderdaad de vijf op vijf to uh, voor mij wel Tuurlijk. ja uh, ja dat is zo uh, ja Bij mij is hij van drie op vijf naar vier op vijf gegaan maar ik snap niet ik dat kun je toch geen drie geven geef het dan een één nee ik gaf het een nee omdat, nee kijk ik gaf het de drie omdat je Douglas Trumbull en de technische aspecten... Je kunt dat niet. En de invloed die die op andere films... Ik vond ja. het gewoon niet zo'n leuke film. En ik vond die eerste 20 minuten shit. Okay. Maar nu, nu ik daar heb doorworsteld... Terwijl ik er niet weg kon... Vond ik... Het, snap, past het wel in het geheel. Ja. En, en ben ik wel blij dat ik hem op deze manier gezien heb. Ja, ja absoluut. En is die wel naar 4 op 5 gegaan. <laughs> ik, dat, een, 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 een ster eraf, omdat er drie kwartier uitkwam. Maar voor okay. de rest... Maar nee, het is wel... Dat, dat is wel vaak zo dat uh, je het gewoon het beste in de cinema gaat zien. Ik ben de Killer ook in de cinema gaan zien. Ja, 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 ja. ik dacht van, ja, die staat op Netflix. Ik je, ja, maar kijk, de romantische komedie of weet ik wat wil ik ook zien, maar dat kan je wel op Netflix zien. Dat, dat is die spectaculair gedraaid gemaakt. Nee, Fincher weten ook maar de Fincher, klank, klank alleen. Al, ja, uh, ja, uh, ja en ja, dan is het ook nog eens, want dus uh, het is nu, samen met Fincher weg door de hele tijd. Ja. Dus ja. Ik ben een grote naadies, deels van, dus ik, ik heb geen keus. Ik moet, ik, dat is gewoon, dat is een, Ja, in, in oké, okay, het was wel in de fucking UGC, dus dan kun je bijna wel net zo goed thuis zitten of goed, whatever. Maar wat vond je daar eigenlijk van? Je, want, ook daar waren de meningen wat over verdeeld, had ik het gevoel. Um, nee, ik, ik ben heel blij als dat dan nog eens gebeurt. Zeker als het zo meer in zijn begin-genre zit, ja, zo. Ja, ja. Die opening... 15 minuten is klassiek, vind ja, ik. En ja. ik word er gewoon heel blij van. van ja. de, de complete controle en dat is gewoon een sfeer dat leuk is. Ja. En zo het cynisme daarvan en de humor daarvan. Um, dat niet, het is niet all the way successful. Nee. Ik denk het einde, heb ik nu teruggezien, snap ik ietsje beter. Niet dat, niet dat het mysterieus is, meer een beetje een, een, een ballon die afgaat. Ja, ja, ja. um, er zitten een er, er zit er aantal key scènes in, maar als film is het niet. Het is geen, wat ik vond, Zodiac ook een meesterwerk ja. en, en Seven Ook. Ja. En dat is dit niet. Nee. Maar het is wel nog altijd... Kijk, een matige feature is nog altijd goed. Ik vond meng wel echt heel slecht. Ja, ik ook. En uh, Benjamin Button haat ik. Ja, dat haat ik ook. Ja. Ja. Uh, maar goed, hij heeft nog altijd... Want ik vind Panic Room wel goed. Nog eens ik, heb, uh, 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 ik heb ook van, uh, van de week besloten dat ik Jodie Foster heel erg leuk vind. oké okay. Dus dat, ik, dat die uh, bij mij niks verkeerd kan doen. Ik heb die, die is een zwemfilm... Dus een zwemfilm is een webfilm met ja, 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 ja. Uh, Jodie Foster en Annette Benning. Ja. ja, die doen elkaar goed. Want die zijn ook zo, allebei lesbisch, maar die samen, we eigenlijk wel samen zo. In de film. In de, ja, in de film. Okay, ja, ja, ja. Uh, Jodie Foster in real life ook. Maar. En dan heb ik daarna de, Maurita de, de Mauritanian. De ja. Mauritanian. Dat is ook met haar. Dat is ook met haar. Okay, dus, yeah. Daar speelt zij. Dat is uh, de advocaat van een gast in Quintana Mobile. Oh ja, oké. Okay. En. Uh, alles wat Jodie Foster doet is goed. Okay, maar dat heb je nu pas door. Ja, ik, ik, ja maar dus daar wil ik Panic Room ook nog eens terugzien. En Flight Plan. Ah ja, vond ik ook goed. En The Beaver. Nee, dat heeft ze gewoon geregisseerd. Dat is met uh, uh, okay. Mel Gibson. Yeah. <laughs> nee, nee, ik ben uh, heel Dat vind ik ook wel een beetje... Die acteurs in 2001... Ja, die hadden ook vervangen door... Ik weet niet, ik vond die, die man die nou eigenlijk overblijft. die ja, zoiets Dave. iets vaag Jesse Eisenberg-achtig. Ja. Vind je best goed. Ja, uh, die, die, vooral zijn, ja dat is de thriller-momenten. De stem van Hel is wel. De, ja. ja, dat is wel. <laughs> de, dat is ook legendarisch, die band. Ik moest ook denken van. Uh, ook een leuke film is Die Moon. Ja. Uh, en dan is Kevin Spacey gewoon Hel. Ja. Uh, ja dus dat idee. En dan het, het slimme idee van hoe, hoe maakt dat toch een personage. Ja, een ogen? Dat is ja. een rood oog. Ja, dat is een rood oog. Wat trouwens uh, in de even uh, roemrichte film Hazard, uh, babbelt, hem, uh, babbelt hem is een boekje. Ja. En uh, ik weet nog dat ik tegen de cameraman zei van, willen we dat oog niet, ik wil zo'n box die een rood licht geeft, zodat ja, dat helpt. kan zijn. dat, dat, kans, dat ook zo is ook zo'n hel is. dat is wel goed. Ja. Goeie eindpunt. Oh, ik wou trouwens nog over die comic die ik net liet zien. Ja. Daar is zelfs een boek over geschreven. Dus de weirdest sci-fi comic ever made. Dat is een boek over. Die Kirby. Over die Jack Kirby. Terwijl ja. die is nooit uh, anders dan zo uitgekomen. Er is dus geen je, een bundel van of nee. ah. zo? Nee. Daar moet je heel veel moeite voor doen om eraan te geraken. Yeah. En der, maar er is wel ooit een boek <laughs> over geschreven. Omdat daar dus als ze dat nu verfilmen, ja. dan zijn we er eigenlijk. Dan zijn we er ja. <laughs> wel En zijn die comics goed? Nee. Maar nee, okay. dat is, nee. het probleem met Jack Kirby is dat daar vaak er is heel veel tekst wel in is. En, 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 maar het, het idee, ik vind het idee wel heel grappig dat hij ook. Dat, zie je, dat begint ook elke keer met een oermens. Okay. Maar dan wel geen hap, maar een oermens. En dan eh, komt de monoliet en dan gaan we de toekomst in. Okay. Dus dat, is, dat is wel echt. Dus, is, het volgt wel echt die zin. Uh, Goed, ik, ge, ja, dus ik geef hem twee, 4 twee, op 5. Uh, ja. uh, nee, het is, het is wel weer <coughs> door de cinema. Uh, door hem in de cinema te zien, dat ik, er, uh, dat ik hem beter waardeer. Ik denk ook wel dat films uit een andere tijd, met een ander ritme... Ja. dat die veel meer tot hun recht komen, sowieso. dan uh, Absoluut, uh, dus, niet aan twijfel. Ja, en daar is uh, de studio heel leuk <laughs> Wel, en nu we, 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 zaten, we zaten klaar en er kwamen wat trailers voorbij. Uh, Jim Jarmus mm -hmm. gingen ze nu laten zien en weet ik mm -hmm. die En ik van ja, uh, ik zei het ook tegen jou in, in de zaal zelf. Ik ben samen met Xander zijn we in uh, de uh, Prince Charles in Londen ja. geweest... En, en, en ik, ik, wij zeiden echt tegen elkaar... waarom hebben we dat niet? Ja. Nou, en het, het lijkt alsof de, de studios... de cinema en de studio... Ja dat die dat wel een beetje gaat, gaat doen. En jij organiseert ook nu uh, avonden. Ja, dus ik heb uh, op Halloween de eerste, uh, de naam is Studio Drum En uh, <coughs> de Prince Charles was letterlijk onze, onze inspiratie. Okay, ja. Gewoon samen een film zien. En er zijn een aantal films die gewoon beter worden om samen te zien. Ja. Dat is onze simpele Je, ja, filosofie. Ja. De eerste was uh, Return of the Living Dead. Nu die ik nodig te zien heb, dus ja. ik heb heel veel spijt dat ik niet kon Fantastisch, komen. Fantastisch, ja. ja. Een feestje daarna ook. Ja. Uh, en nu doen we Die Hard, uh, ja. onze kerstfilm. Ja. Uh, en we doen dan een drankspelje, fishnack. En doe je, je elke maand één? Uh... Ongeveer, uh, oh, ja. als, het, als het populair blijft. En uh, ja. uh, we vinden een gaatje. Nou ja, dat was ook bijzonder. De zaal zat helemaal vol. Ja. Ja. Als in, er moesten mensen stoelen gaan uh, ja, bijzetten. Fijn, voor, voor een film van 2,5 uur, 3 uur. Die we in, uit Ja, ja ik vind dat heerlijk. Om vind ik te, heel gaaf, ja, ja. vind het heel gaaf. Nu, ik ben samen met Sander zijn we in de, de Prins Charles naar uh, Sean of the Dead gaan kijken. Op 35 mm. Ja. Met mensen die die ook allemaal van... Dus, en dan ook lekker stil in de zaal. Geen mensen op de gsm. Nee, nee, geen festival ge, shit. Ge, nee, geen, ja. uh, geen gezeur, geen geroep, geen gebabbel. Iedereen is met die film mee. Ja. Dat, is wel, dat is wel een prettige manier om naar een film te kijken. Oh ja, ja. En, en dat miste ik echt. Ja. ja. Uh, nee, nog even over dat ding dat ik zelf ga draaien. Ja. We hebben een meeting gehad met de algoritmes van Netflix, zeg maar. Dus dat is, uh, dat is, ik doe vier afleveringen van iets nieuws. Oké. Okay. En dan gaat dat echt over wat je nu zegt. Van, uh, ten eerste over het formaat dat je kiest. Van, uh, ja, Mensen zien dat op een tv, dus ga niet te uh, smal. Nee, ja. Uh, we willen, ja. Dus daar kun je al niet veel keuze in hebben. En dan gaat het over je openingsequentie. Die, uh, die zeggen letterlijk, mensen zitten op hun telefoon te kijken, hebben misschien een tweede scherm, dus dit zijn de regels voor zo, en dat is heel anders dan wat er in de jaren 70 of ja, 60 ja, ja, ja. gebeurde. En dan is het leuk om in de cinema te zitten dat dat allemaal niet meer meedoet. Valt telt. mee dat ze niet zeggen, je moet verticaal draaien, ja. want iedereen <laughs> je kijkt zelfs op TikTok. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Maar je krijgt echt zo'n boek mee, dat puur gaat over de, het, het complete... How to uh, 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 streaming uh, draaien. Ja, mensen hebben geen... geen, uh, geen uh... Ja, voilà ik kwest zelfs te om op door te komen. Ja. Heb je dat zelf? Want ik heb dat zelf ook hoor. Vreselijk. Ik kan zelfs in de cinema zitten als er niet veel volk is. Ik vind een goede film en ik zit toch nog stiekem met of van. Ah, nee, dan. Slaar op niks eigenlijk. Ik heb wel de neiging om het te doen. Ik ga niet ontkennen dat ik die neiging niet heb, maar ik doe het daar niet. Heel soms om te kijken hoe laat het is, maar niet om te kijken of er berichtjes of dat ik likes op Instagram Nee, nee, nee. Het gaat dan eerder over: ik herken een acteur en denk van, ja, van waar ken ik die nu weer? Ah, ja, ja, ja. Maar ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat is wel goed van Amazon, Dat als je het pauze zet, dat erop komt. Ja, dat weet ik niet. ja, dan komen erop welke karakters. Jij aan het zien bent. En ja. ook de, de muziek zelf soms of zo. Er komt er allemaal zo'n randinformatie op. Dat is wel heel handig. Ja. Oké, okay. <laughs> goed. Uh, 2001, A Space on the Sea. We hebben er, we hebben er wel naar gekeken. Ja, ik ga, uh, ik ga uh, dat in de gaten houden wat ze in de studio allemaal draaien. 8 december. Ik weet niet of het uitkomt. Oké, fuck dat is, it. Dat, dat, ja. dat, dat, ja. dat hebben jullie allemaal gemist, jongens, die, ja. die aan het luisteren zijn. Maar houd in de gaten. <laughs> yes. uh, 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 uh. En we gaan samen nog, uh, nog hopelijk veel films kijken. Is goed. Jonas, enorm bedankt voor het gesprek. Tot dan